Ik ga jullie laten zien hoe je deze fles kunt modelleren in SOLIDWORKS. De fles bestaat uit een dubbelgekromde body en een enkel gekromd etiketvlak. En enkel gekromd wil zeggen dat er een papieren etiket omheen gewikkeld kan worden. Ik ben eerst begonnen met een handschets. En in die handschets heb ik al de hoofdmaten gezet, dus 90 mm breed en 190 mm hoog, exclusief de hals. En de dikte van de fles die is 60 mm. Die schets die ga ik in SOLIDWORKS plaatsen. En dan heb ik op het frontplane een schets aangemaakt met die maten er weer in, 190x90. En dan met Insert Sketch Picture kan ik vervolgens die schets erin plaatsen. Die schets die wordt in eerste instantie veel te groot in de schets geplaatst, in de SOLIDWORKS schets. Dus die ga ik een heel stuk terugschalen. En dan is het handig om die blauwe lijn ook gelijk mee te nemen, want anders dan kun je later niet meer makkelijk inzoomen in de schets. En dan ga ik hem zo precies mogelijk in dat kader plaatsen wat ik eerst getekend heb. Dus de body van de fles die moet dan dezelfde hoogte krijgen. En dan is nu al te zien dat de breedte van de fles, dat ik die te breed geschetst heb. Maar als ik nou links in beeld lock aspect ratio uitvink, dan kan ik de fles wat smaller maken. Totdat hij dan zo precies mogelijk in die box past. Nou, als dat gelukt is, dan kan ik die schets afsluiten. En dan is het handig om hem meteen een herkenbare naam te geven. Bijvoorbeeld Picture Front. En dan kan ik ditzelfde doen met de picture van het zijaanzicht. Die picture van het zijaanzicht die ziet er dan zo uit. Dus daar is ook weer eerst een vierkant kader getekend met de juiste afmetingen. Waarbij de hoogte natuurlijk is overgenomen uit die vorige schets. Want in het frontaanzicht was die hoogte natuurlijk gelijk. Nou, vervolgens ben ik een referentieschets gaan maken op een nieuwe schets op het frontplein. En daarbij heb ik wel zoveel mogelijk de geometrie overgenomen uit die handschets. Alleen ik heb een aantal vormen toch weer iets aangepast, omdat ik vond dat dat een mooiere vorm opleverde. Nou, zoals te zien zijn die splines aan de linkerkant, die zijn alleen maar aan de linkerkant getekend en niet aan de rechterkant van de fles, omdat die fles voor een groot deel spiegelsymmetrisch is. En deze splines, dat zijn de splines die later het etiketvlak gaan vormen. Daarna ben ik een referentieschets voor het zijaanzicht gaan maken. Ook weer in een nieuwe schets. En daar heb ik eigenlijk alleen maar die spline voor de linkerzijkant ingezet. Dus die bestaat uit twee splines en die komen allebei tangent aan, verticaal aan op die middenlijn. Nou, als laatste referentieschets heb ik ook nog een referentieschets gemaakt voor de dop. En als ik daar even op inzoom, dan staat daar onder andere deze box in. En dat is eigenlijk dat wordt later de ring waar een spuitgietblaasfles aan vastgehouden wordt. En dan zijn deze vormen, deze lijnen, die gaan later de schroefdraad vormen. De totale hoogte van de hals die gaat 15 mm worden. En de breedte die wordt dan 25 mm. En die ring waarmee de spuitgietblaasfles wordt vastgehouden, die wordt 32 mm diameter. Daarna heb ik nog twee planes aangemaakt. Bij die stippenlijn uit de referentieschets van het frontaanzicht, daar komen die splines bij elkaar. Dus op dat punt
komen ze precies verticaal bij elkaar, die twee zijsplines. En op die stippenlijn heb ik een plane aangemaakt. Plane body midden. En aan de bovenzijde van de body heb ik een plane aangemaakt. Plane body top.